Er is heel veel ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de wereld. En klimaatverandering vergroot die ongelijkheid nog. In veel landen zijn vrouwen afhankelijk van kleinschalige landbouw om te kunnen overleven. Maar droogtes en overstromingen als gevolg van de klimaatverandering bedreigen hun belangrijkste inkomstenbron. En het gevolg daarvan is dat veel meisjes moeten stoppen met school om toch maar genoeg geld te kunnen verdienen. Tegelijkertijd zien we dat heel veel jonge vrouwen op de hele wereld recht staan en een vuist maken tegen klimaatverandering. Ze voeren actie, sensibiliseren mensen en staan vaak ook aan de frontlinie. En voor mij zijn zij een bron van inspiratie. Denk aan Elisabeth Watuti, Vanessa Nakate of Greta Thunberg. En toch merken de Verenigde Naties dat vrouwen weinig zeggenschap hebben over het klimaatbeleid. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar gendergelijkheid is ook de basis voor een duurzame wereld. Vrouwen moeten meebeslissen, op elk mogelijk niveau. Lokaal, nationaal en internationaal.